20 maart, komende woensdag, dan gaan we stemmen op de Provinciale Staten. En die gaan dan de Eerste Kamer kiezen. En dan duurt het nog weer 3 maanden ongeveer voor we weten hoe dat in elkaar zit. Het duurt zo onnodig lang voordat je de uitslag krijgt. Het lijkt wel een beetje op Wie is de Mol, hè? Die Rick van der Westerlaken, die loopt aan het eind van het programma die uitslag zo te rekken. Het duurt maar en het duurt maar. Ja, en bij Wie is de Mol is het nog leuk. Maar stel je nou voor dat zo'n Rick van der Westerlaken je dokter zou zijn. Ja. Stel je dat eens voor. Stel je eens voor, hè? Hoe zou dat zijn? Jeroen Woe. Ik heb de uitslag van de SOA-test binnen. Jij hebt een one-night stand gehad. Ja. En je hebt het onveilig gedaan. Vandaar de SOA-test. Die test heb jij goed ondergaan. Jij moest in een bekertje plassen. Dat bekertje moest vol tot de rand. Dat heb jij goed gedaan. Maar het gaat allemaal om dit moment. De uitslag. Jeroen Woe. Heb jij chlamydia? Helaas. Je mag afscheid nemen. Afscheid nemen? Dat dacht ik wel, ja. Smeerlap.